Leerlingen die in het binnenland onderwijs moeten verzorgen, hebben de leiding van het ministerie gevraagd om hun vertrekdatum te verschuiven. De leerkrachten moesten in de periode van 19 tot en met 26 juli naar hun standplaats vertrekken. Als reden voor hun verzoek geven de leerkrachten aan dat hun financiële situatie op dit moment niet toereikend is, waardoor zij hun voorraad levensmiddelen niet kunnen inkopen. In het binnenland zijn goederen 4 tot 5 maal duurder. Deze groep leerkrachten ontvangt als stimulans extra toelagen, zoals standplaatstoelagen, ontberingstoelagen en ontwikkelingspremie. Het verzoek van de leerkrachten is door de leiding van het ministerie gehonoreerd en ook schriftelijk aan hen medegedeeld door waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs AVO Juro Di Potaruno. De AVO-directeur heeft de onderwijsgevende verder medegedeeld dat de afdeling vervoer een nieuwe vertrekperiode zal vaststellen nadat het salaris is gestort. Ook is aangegeven dat schoolleiders van maandag 19 tot morgen 22 juli in Paramaribo een fysieke training moeten volgen. Door de hoge kosten voor internet is het voor de groep niet mogelijk om de trainingen online te volgen.